Dit is nieuwsuitzending nummer 183 en het is een boekbespreking van het boek Rulers of Evil, geschreven door Frederik Tupper Sossi. En die boekbespreking doe ik samen met Jurk Kliesman uit België. Dag Jurk, je mag wat zeggen. Goeiendag. Oh, ik ben mijn ding kwijt. Wacht even, er gaat iets... Gaat niet lekker open. Wat is dat nu weer? Oh, ik zie het al. Wacht even, een seconde. Hoppakee. Dit is beter. We pakken hem weer op, want we waren in de vorige uitzending gebleven bij vrijdag de 13e, waar dat vandaan kwam. En dat van de Jezuïeten er 13 ontkomen zijn. En op zijn minst zijn er 50 beland op de brandstapel. Ja, die anderen zijn dus ook in leven gelaten. Dus je weet ook niet waar die gebleven zijn. Nou ja, die hebben hun schat natuurlijk nog weggeschaft. Ach man, ze zijn... Eigenlijk moet je ontzag hebben voor wat ze voor elkaar hebben weten te krijgen. Je moet het lef maar hebben. Hè? Nou, oké, van in beslag genomen, ik lees er even voor. Van in beslag genomen documenten is bekend dat de Tempeliers vanaf het eerste begin afweesden wat de Romeinse theologen noemden de religie van Sint Petrus. Zij waren ingewijd in een geheime gnostische tak van de Oosterse kerk, bekend onder de naam de primitieve christelijke kerk. Omdat de primitieve christenen apostolische dat ze apostolisch afkomstig waren van Johannes de Doper. Apostolische opvolging. Apostolische opvolging, ja. Eiste. Claim, ja. Dat die uitvloeide van ja. Johannes de Baptist en van de apostel Johannes. Daarom werden zij Johannieter genoemd. Ja. Den punt is, en dat is dat wat alles een beetje ondergaat, daarom greep ik eventjes in, Perry. Sorry voor mijn abrupte interventie. De Romeins-Katholieke Kerk zegt ja dat zij apostolische successie heeft op basis van Sint Pieter. Ja? Petrus. Ah. Die apostel Petrus. Ja. En zij van de primitieve christelijke kerk hier zeggen dat zij apostolische successie hebben op basis van Johannes de Baptist. Johannes de Doper, ja. Ja, Johannes de Doper. Dus een andere apostolische successie als die van de Romeins-Katholieke officiële kerk. Weet je wat? En de Romeins-Katholieke kerk die beweert de apostolische successie te hebben van Sint Pieter, ja, zegt tegen iedereen dat ze dat recht hebben op basis van dat Jezus gezegd heeft tegen Petrus, op deze steen ga ik mijn kerk bouwen. Bij wijze van spreken, wat totale misinterpretatie is, want het ging over dat geloof dat Petrus had en niet over Petrus zelf. Aha. Maar dat is een ander geval. Maar dus de echte Petrus, op die het Romeins-Katholieke systeem gebouwd is, mm-hmm, is niet Simon Peter, de Petrus van de apostel van Christus, mm-hmm, maar is Simon Peter the Magi. Die in Acts Kapitel 8 voorkomt, die de Heilige Geest wilde kopen en die van Peter en Paulus gerefuseerd werd. Aha. Deze, en da bestaat een heel interessant boek van, dat ik ook eens een keer in Engels wil lezen, is al lang dat ik het voor, dat is maar 30 bladzijden of zo, dat is Simon Peter versus Simon Magus. Simon is the magician. En deze magier is diegene op die in feite die apostolische successie van de pausen opgebouwd is. Ja. Zij beweren ja ook dat de apostel Petrus ondersteboven gekruisigd werd in Rome. Mhm. Nu, ten eerste was Petrus nooit nie in Rome. Mhm. En ten tweede, als hem ondersteboven gekruisigd geweest is, hoe kan hem dan apostolische successie aan de volgende paus gegeven hebben? Want jij moet weten dat apostolische successie daardoor komt dat de voorgaande paus, die aan het sterven is, mm-hmm, zijn opvolger zijn hand op zijn hoofd legt. En dus in dat opzicht de
geest kan van de een naar de andere overgaan. Dat is dat hele gedoe achter apostolische successie. En hoe verklaart die apostolische successie vandaag de dag? Waar de paus zo gezegd door die conclave daar gekozen wordt. Ja. Geselecteerd wordt of geelecteerd wordt, of hoe je het ook wilt noemen. Ja, dat speelt ja geen rol. Maar de punt is, en om eventjes terug te komen op deze kleine alinea in het boek. Je hebt dus de Romeins-Katholieke Kerk, Wiens paus zegt dat hij apostolische successie heeft op basis van Petrus. En je hebt de zogenoemde primitieve christelijke kerk hier, die zegt dat ze apostolische successie heeft op basis van Johannes de Doper. Baptist. Ja, de Doper. De Doper. Ja, de Doper. Johannes den Doper. En dus die apostel Johannes. En daarom werden ze genoemd de Johanniters. Die dat dus vandaag de dag nog altijd bestaan. Huh? De Johanniters in Duitsland bijvoorbeeld, heb je Johanniters en Malteser en weet ik wat allemaal. Allemaal deze hulpdiensten, deze katholische ordes, die overal optreden als je een aardbeving en weet ik wat allemaal hebt. Hè? Ja, eerst een aardbeving en dan komen ze. Ja, ja. 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 Gelijk de ratten die uit, uit hun verstek geschud zijn, ja. Oh, 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 schiet hem allemaal gedachten door mijn hoofd. Maar goed, nu wordt het echt interessant. De Johannieten die geloofden dat alhoewel Jezus was verzadigd, verzongen van een geest die helemaal goddelijk was en ongelooflijke, verbazingwekkende kwaliteiten had, hij was niet de ware God. In overeenkomst met de gnostische logica, de ware Johannitus zou zeggen dat God zichzelf nooit zou verlagen om smerige menselijke materie te worden. Jezus was in feite een valse verlosser die werd gestuurd door de machten van de duisternis. Hij is terecht gekruisigd. Alhoewel, toen hij in zijn zij werd gestoken, heeft hij berouw getoond van zijn pretentieuze gedrag en ontving hij goddelijke vergeving. Dankzij zijn berouw heeft Jezus nou het genot van het eeuwige leven in de hemelse gemeenschap van de heiligen. Zo, dit heb ik mooi vertaald. Is dat niet een schoon verhaal om aan je kinderen te vertellen? Ja. Jezus was niet God. Hij heeft... God zal zich nooit niet verlagen, ja, om in de smerige menselijke materie te veranderen. Ja. Hij was terecht gekruisigd worden. Ja. Oh, come on, come on, come on. Hoe kun je het verdraaien? Ja, ja. En weet je wat het ergste hiervan is, Perry? Ja, ja. Dat zoveel mensen die zich katholiek noemen en elke zondag naar de kerk gaan en Jezus beloven met hun tong, geen flauw idee hebben in wat ze eigenlijk geloven. Ja, ja. Want hier staat het in wat ze uiteindelijk geloven. Dus de ontkenning van de ontkenning die ik hier lees, is dat het voor een mens, dat ik zo zeg, ieder mens heeft wel zo zijn vervelende momentjes of zo. En heb vooral geen pretentie dat je dat goed probeert te doen, want dat geloven we niet. Ik vind het niet kosher, om het maar even op z'n Hebreeuws of Jiddisch te zeggen. Niet zo geinig. Kijk hoor. Over de wonderen die hij verricht zou hebben, geloven de Johannieten dat Christus Jezus misschien wat buitengewone dingen heeft gedaan. En omdat God die kan dingen doen die zo onbegrijpelijk zijn voor ons menselijke begrip, dat al de wonderen die Christus Jezus heeft gedaan, zoals ze beschreven zijn in het evangelie, dat waren oftewel gewoon
gevolgen van menselijk vernuft. Of ja, het waren handelingen van God. Meer niet. Ga ik door naar de volgende pagina of wil je reageren? Nee, het gaat gewoon daarover hier in ontkenning dat Jezus Christus God was, hè? Ja. En wat heeft Jezus Christus daarover in de Bijbel gezegd? Wat heeft Jezus Christus gezegd? Wat is de geest van de antichrist? Mm-hmm. Diegene die ontkent dat Jezus Christus God was. Mm-hmm. En op deze aarde gekomen was. Ja. In de vorm van een mens. Mm-hmm. Diegene die dat ontkent, die heeft de geest van antichrist in zich. Dus wat moet ik daar veel commentaar op geven? Iedereen die zijn Bijbel kent, die weet direct welke geest hier aan het spreken is. Hè? Goed zo, goed zo. Dan ga ik door naar pagina 39. Behalve wat ze, het wonder waar ze niet in geloven, is de wonder van de heropstanding. Die is uitgesloten van de... Het exemplaar wat de tempeliers gebruiken van het evangelie van Johannes. Maar hier staat Sint-John, hier moet je straks even op reageren. Daarom, ondanks al zijn verschrikkelijk mooie eigenschappen, was Christus Jezus niets. Een valse profeet en van nul en geenerlei waarde. Alleen de hogere God van de hemel heeft... het vermogen om de mensheid te redden. Ziet gij hier het gelijkenis tussen wat de Johannitas leren en wat de islam leert? Uh-huh. Ziet gij hier de verbinding waarom uh-huh. dat de Romeins-Katholieke Kerk de islam uh-huh. uitgevonden heeft? Nou ja. Het is dezelfde leer, hè? Ah. Islam leert dat Jezus Christus alleen maar een profeet was. Uh-huh. En zij zeggen hier zelfs een valse profeet. Maar islam... Ja, maar dat vind ik al mijn punt, als ik eventjes mag ingrijpen. Je mag best zeggen dat de Christus Jezus een valse profeet was. Vind ik helemaal niet erg. Onderbouw dat dan. Kom dan, zeg dan gewoon dat Matthäus 7 vers dinges, dat het niet klopt. Kom dan met feiten. Dit noem ik ad hominem attack. Ja, dat is juist. Overvolgens maar op een andere manier kun je Christus ook niet aanvallen, want niks wordt door de Heilige Schrift onderbouwd van dergelijke beweringen. Dat Aha. is juist het probleem. Dat heeft alleen maar daarmee te doen hoe sommige mensen dat interpreteren. Maar de Bijbel is niet voor persoonlijke interpretatie. Staat er zelfs in. Ja? Maar ik vind dat we hier dus heel duidelijk kunnen gaan zien wat uit de Johannitas uitkomt en van die tempeliers die ja toen al naar het oosten gegaan waren en al, dat je hier in feite een overname hebt van dat wat in de islam was. Op die tijd die we hier aan het bespreken zijn, de tijd van de tempeliers, daar bestond het islam ja al lang. Ja. Maar je ziet hier dat het geloof van het islam en het geloof van de Johannitas min of meer hetzelfde is. Mm-hmm. En de graden van de hoogvrijmetselarij boven de 33ste graad, mm-hmm. dat zijn allemaal moslimen. Mm-hmm. Ja? Die dragen ook die moslimenhoed. Je kunt dat zien, daar zijn foto's op van onder andere J. Edgar Hoover. Die directeur van het FBI in een tijd, mm-hmm. waar die een hoed draagt. Die graden van de vrijmetselarij boven de 33ste graad, dat zijn de tempeliersgraden, dat zijn allemaal masonische graden die te doen hebben met de moslimen. Mm-hmm. Ja? En ik vind dat men hier heel schoon die verbinding kan zien, als men tussen de regels kan lezen. Het is weer een heel schoon voorbeeld daarvan. Ja, erg goede aanvulling. En nog eens een keer te komen op, zoals het hier staat, het evangelie van St. John. Ja. Dat ze zeggen van, het staat er hiermee bij, except for the resurrection, which is omitted from the Templar's copy of the Gospel of St. John.
Sint Johannes is zo belangrijk voor de Tempeliers. Want daar waar vandaag de Vaticaan staat en Sint Pieterskerk is, ja, Sint Pietersdom staat, dat was vroeger de kerk van Saint John the Lateran. Wat is de Lateran? De Laterale, de Latijnen, de Latijnse Sint John. De Lateranen, oké. Ja? Hij was dus een dat was vroeger die kerk daarvan. En die wordt vandaag de dag door de Jesuiten, die opvolgers van de Tempeliers, nog altijd beschouwd als de enige echte kerk. Daar heb je dus die strijd tussen het pausdom, dat de apostolische successie baseert op Sint Pieter, ja. Dat niet de Sint Pieter van de Bijbel was, nog eventjes ter verduidelijking, en die Tempeliers, die op basis van hun Johannitergeloof zeggen van, ja maar nee, dat is Sint John. Uh-huh. En we hebben die apostolische successie daarvan. Uh-huh. Je hebt da die kerk van Saint John the Lateran. Daarop is gebouwd de Vaticaan van vandaag. Wat hebben deze mensen zich in de stront gewerkt? Jong, dat is allemaal zo interessant. Hoe dieper dat je daarin gaat, hoe meer dat je daarin leert. Dat is, ja, ja. Ik vind het elke keer ongelooflijk. Zo. Ja. Ik maar. Ja, ga maar. En dan weer volgens deze Johannieten. Maar de hogere God zal altijd het menselijk bestaan mijden. Dus is de heerschappij over de materiële wereld toegegeven, is het eigendom van Satanael. Nou, dat doet me gelijk denken aan Satan. Het kwade broertje van Jezus. Satanael, alleen hij zou ons rijk kunnen maken, zou ons kunnen verrijken. Verrijkt de mensheid. Alleen Satanael verrijkt alleen Satanael zou de mensheid kunnen verrijken. Mooi vertaald. En de tempelier hun kabbala liet de Satanael zien als de kop van een geit met een blazoen binnen een pentagram. Dit symbool heeft zijn diepe wortels in het kabbalen van het Oude Testament, waarin de geit wordt geïdentificeerd met een macht over de wereld en separatie van de heren. Nu moet ik je eventjes invallen hier. Sorry. Maar dat is zo diep. Je leest daarover en je begrijpt het zelf niet als ik het niet zeg. Dat is geen verwijt, maar dat is gewoonweg zo. Kom maar. Die geit, als die Satanael hier voorgesteld wordt, wordt niet alleen geïdentificeerd met dat pentagram. Daarom hebben we dat pentagram in het begin, die tekening gezien, als we dit kapitel zijn begonnen. Mm-hmm. Zoals je je waarschijnlijk herinnert. Ja. Dat was een pentagram met het hoofd van een geit erin. Ja. Maar dat is ook de Baphomet. Yep. Die Baphomet die aan de buitenkant van de kerk van Notre-Dame in Parijs staat. Die Baphomet met zijn houding van één hand naar boven, één hand naar beneden. As above, so below. Die twee geslachten heeft, die borsten heeft en een phallus die uit het midden van zijn benen aan het groeien is. Ja? Ik weet niet hoe men dat noemt, die tweegeslachtige God, daar bestaat een speciaal woord voor. Hermafrodiet. In Engels noemt men dat Indigenous Hermaphrodite. Dus in Engels ken ik dat, in Vlaams ken ik dat niet. Dus, Hermafrodiet heet dat gewoon. Ja, voilà, die Hermafrodiet. Dat is dus ook en die Baphomet heeft ja ook een geitenhoofd. En hier zie je dat allemaal samenkomen. Dat is wat bedoeld is met die Kabbala. Mm-hmm. Die geheime schriften. Ja, ik heb dat nooit. Die dingen die wij in feite als buitenstaanders niet kunnen verstaan. Maar die Templar Kabbala represented Satanael as the head of a goat emblazoned with sometimes contained within a pentagram. Mm. Dus die Templier Kabbala representeert Satanael, die zogenoemde Övelse, duivelse broer van Jezus,
met het geitenhoofd. En nu wordt het pas echt interessant. Aha. Want op de dag van de grootste Israëlitische feestdag, Yom Kippur, the Day of Atonement, dat is de dag van, hoe zeg je dat in Vlaams? Ik weet dat. Ja, ik wist het ook. Het is, ik heb dit voorbereid, ik dacht nog van, ik weet het woord. En nou schiet het me niet te binnen. Het is niet berouw, het is boetedoening. Van de boetedoening, ja. Hey. Daar werd één geit werd niet geofferd, maar over die werd het bloed gesprinkeld van die andere geofferde beesten. En die werd dan in feite uit de congregatie van Israël uitgezet, in de wildernis ontlaten. Ja? En moest daar dus in feite tot dood sterven en al. Dat is de scapegoat. Ja. Zoals ze dat noemen. De zondebok heet dat op zijn Nederland. De zondebok. Wat is vandaag de dag een scapegoat? Waar komt dat vandaan? Ah, wel, dat komt daar vandaan. Ja. Dat men dus toen gezegd heeft van, kijk, op die Day of Atonement, daar wordt één geit wordt gespaard. Ja. Die krijgt al dat bloed op zich gesprinkeld van die geofferde dieren. Dus al die zonde van het hele volk van Israël van die dag wordt op dat beest gesprenkeld met bloed. En dan wordt het buiten de congregatie in de wildernis gezet waar het moet gaan sterven. Van een honger, van eenzaamheid, want in de wildernis is ja daar. Hè, de wildernis is ja altijd in de Bijbel dat. Ja. Waar de geest van God niet is. Hè? Ja. Ja. Precies. Zie je hoe dat allemaal samenhangt? Ongelooflijk. En waarom een geit? Want als God in de hemel zit, dan zitten de schapen aan zijn rechterkant en de geiten aan zijn linkerkant. Mm-hmm. En de geiten zijn altijd geïdentificeerd dus met ongoddelijke. En hoe noemen de kinderen van een geit in het Engels, Perry? Dat weet ik. Kids. Waarom noemen die idioten Engelsen dan allemaal hun kinderen kids? Ja. Ja. Zie je wat je doet als je je kind een kid noemt? Ja. Wij hebben hier in België in de grootwarenhuizen een schuimwijn, een schuimdrank voor kinderen, voor kinderfeesten, die noemt kiddiebeu. Kiddiebeul. Kiddiebeul. Oh. Kiddiebeul van Bubbles. Hè? Oh, oké. Okay. Bubbles voor kinderen. Kiddiebeul. Okay. Kiddiebeul. Maar waarom deze bezetenheid met uw kinderen alsjeblieft te noemen naar geitenkinderen, naar kids? Aha. Sinds mij dat duidelijk geworden is, dat is ondertussen al een paar jaar, probeer ik dat woord kids voor kinderen te vermijden als de duivel de Bijbel. Ja. En ik probeer te zeggen van, het zijn kinderen, in Engels children. Het zijn niet uw kids, alstublieft. Behandel ze met een beetje respect, want daar begint het al mee. Ik zal als eerste altijd pas zeggen. Pas op, dat werkt, dat Perry, zo'n dingen werken subliminaal. Ja. Die werken in uw onderbewustzijn. Je bent je daar niet van bewust. Over maar je gaat bepaalde dingen met bepaalde dingen associëren omwille van dat je dat zo geïndoctrineerd wordt en je bent je daar zelf nooit niet van bewust. Pas als je dan eens een keer de kans krijgt om deze Kabbala en zo te leren, dan krijg je eens een keer de kans om die dingen te zien gelijk dat ze werkelijk zijn. Over kinderen, we hebben allebei een kind, voor de luisteraars dan. Hè? Ik met mijn kind ga ermee om alsof zij mijn gast is. Want zij is niet mijn kind. Zij is een kind van de Heere Heren. Dus ik heb haar alleen maar met respect te behandelen. En ik, ja, dat is het is mijn kind niet. Jouw kind en jij hebben dezelfde vader. Exact. Ja, exact. Dus, daar komt het op neer. Ja. Ja. Ik mag voor haar zorgen en dat heb ik met ontzettend veel plezier gedaan. En ongelooflijk gelachen en zulke gekke dingen meegemaakt. Kinderen kunnen zulke onverwachte dingen doen. Ja, dat is het genot wat je ervoor terugkrijgt. En voor de rest moet je gewoon zorgen dat de tosti klaar is. En ja, je moet zorgen. En in die zin
Dan kan ik hier wel in meegaan dat in mijn geval, dus omdat de moeder van mijn kind niet echt lekker meewerkte, die had zo haar eigen dingen, daar heb ik alle respect voor. Maar ik moest die moederlijke taak dus ook doen. Ik moest voor de tosti zorgen en de was draaien en alles. Daar heb ik ontzettend veel plezier aan beleefd. Dus, hè. In die zin weet ik van mijn vrouwelijke kant. Niet dit soort idioterie natuurlijk, hè, dat je er een rare tekening van gaat maken. Dat vind ik gek. Ik ga even door, ja? Mm-hmm. Koning Salomo was samen met boze geesten. Maar de schrift beschrijven die geesten alleen maar in algemeenheid. Daarentegen de Zohar of het geweldige boek, Book of Splendor, het geweldige boek, een van de hoofdwerken van de oude kabbalistische literatuur, vertelt ons dat kwade geesten verschenen aan de Israëlieten in de vorm van mannelijke geiten, bokken dus. En vertelde hun dat zij wilden dat ze zouden leren. En maakten hun bekend alles wat zij wensten te leren. Oh ja, ja. Zij verklapten alle geheimen. Ja. Deze bokken hebben bij wijze van spreken de Israëlieten al die dingen geleerd die ze in het geheim al altijd wilden leren. Yep. Ja? Goed. De tempeliers noemden deze... hoe je dat vertalen? De tempeliers noemden dit beeld van die geit, van die bok, dit bokkenbeeld. De tempeliers noemden dit bokkenbeeld Baphomet. En dat komt uit het Grieks. En het eerste is baffe. En het tweede is metis. En hier gaat dus mijn PDF fout. Ik kan dus niet het einde lezen. Mijn ook. Bij jou is ook fout, ja. Ja, ik kan eventjes een keer dat echte boek bij de hand nemen. Daar zal die fout waarschijnlijk zo niet in staan. Wacht eens. Ik heb dat hier in mijn kast. Kom, wil je eens een keer aan. Welke bladzijde in het boek zijn we? In het boek is het bladzijde 39. Wacht, dat is 40. 39. From Baphomet and Metis. Greek words combined to mean absorption into wisdom. Dat meen je niet. Jawel, Baphomet en Metis. Greek words combined to mean absorption into wisdom. Dus Metis is wisdom dan? Ja. En Baphomet is absorberen. Absorberen van wijsheid. Absorberen van wijsheid, ja. Wijsheidsabsorbatie. Oeh, zeg. De wijsheidabsorbatie gaf vorm aan de carrière van Salomo. Waarvan de schrift zei dat hij geabsorbeerd was in de wijsheid van de Heere Heren meer dan enige andere mens. Alhoewel hij eindigde zijn leven in vereniging met die bok kwade geesten. Dit herinner ik mij uit de tijd dat ik dus iedere zondag, ik ging 2 keer per week op Bijbelles. Maar koning Salomo, dat was niet een heel erg leuk einde. Mm. Toch? Ja. En met de tempeliers hun Johannieten standaard, wat een vereniging inhield met kwade geesten, dat was het geheim om de wereld te gaan beheersen. De Bijbelse standaard zegt daarentegen dat Salomo vertegenwoordigt de onmogelijkheid van
menselijke. Mensen, oh, hier heb ik ook geoefend. Menselijke perfectie, dat is het. Menselijke perfectie. Perfectie is bereikbaar volgens de schrift, maar alleen door het berouwproces aangetoond in het Nieuwe Testament, waarvan Rome niet wilde dat de tempeliers dat zouden lezen. Ah, dat is gelijk de Joden, hè? Die mogen het Nieuwe Testament ook niet lezen. Hè? Nee, ze zouden het moeten weten. Ja, trouwens, ik wil eventjes voordat je verder gaat, een keer onze lezers daarop wijzen dat hier en daar is een keer een footnote ook in voorkomt. Je kunt dat hier in de PDF heel moeilijk zien, maar er zijn soms zo van die kleine cijfers. Wat we juist gelezen hebben, 7, 8, 9, 10, 11 en dergelijke dingen meer. Mm. Onder andere punt 11 hier bijvoorbeeld, daar citeert de auteur, Sabasossi, uit het boek The Zohar, section Are Moth, folio. 70a. Dus alles wat dat Tapasos hier schrijft, dat wil ik graag eventjes een keer kwijt, is gedocumenteerd. Ja. Dit is niet de mening van die auteur, dat is allemaal gebaseerd op andere werken die er al bestaan. Mm-hmm. Is dat de Bijbel, of zijn dat boeken gelijk de Zohar, of de Kabbalah, of andere dingen? Dat zijn andere werken die er al bestaan, waar dat hij dat wat hij hier schrijft op baseert. Dus mensen, Tapasossi kletst hier niet zomaar eventjes uit zijn nek. Ja. Maar vertelt jullie dingen die hij gestudeerd heeft in die 10 jaar dat hij op de vlucht was voor de Amerikaanse autoriteiten. Ja. Ik vind dat toch eventjes een belangrijke kleine opmerking om een keer te doen. Ja. Echt heel goed hoor. Ik ga even kijken of we nog iets vergeten zijn. Maar dat is echt. Je gaat dus een eenheid aan met kwade geesten. Ja, dat is in feite hetzelfde gelijk dat je een eenheid aan kunt gaan met de goede geesten. Met de Heilige Geest. Ja. Met Jezus Christus. Ja. Die vraag is: aan welke geest ga je je ziel verkopen? Ik ga mijn ziel verkopen aan Jezus Christus. Ja. En de meeste andere mensen kiezen daarvoor om hun ziel te verkopen aan de duivel. Voor wereldelijke gain of winsten. Om hier in deze wereld iets te gaan bereiken. Ja. Want voor die is alleen maar belangrijk wat je kunt zien, wat je kunt horen, wat je kunt ruiken, wat je kunt voelen. Daarom maken ze zich idolen die ze aanbidden. Ze kunnen niet geloven in een God die je niet kunt zien, die je niet kunt rieken, die je niet kunt bevoelen, betasten. Ja, precies. Dat is de hot issue. Daar is het grote verschil. Welke geest ga je jezelf toeschrijven? De geest van God of de geest van de antichrist? Ja. Ben je gehecht? Zoals zou Boeddha dat zeggen. Ben je gehecht of kan je ook zonder? Maar dat was voor Christus. Hè? Dus, ja, als Boeddha niet... We hoeven niet over te hebben. Als Boeddha was, dan had hij een heel goede Christ kunnen gaan worden. Geef Boeddha een keer een Bijbel en die zal er misschien nog iets van geleerd hebben. Dat probleem... pas op, ik weet dat je al vaak dat boeddhisme voortgebracht hebt. En als zijnde goed en dit en dat en bla bla bla. Boeddhisme is gnosticisme. Is wijsheid gebaseerd op menselijke kennis. En niet op goddelijke kennis. Ik baseer mijn wijsheid op de goddelijke kennis. Ik weet niks en God weet alles. En wat hij wil mij meedelen, deelt hij mij mee via zijn boek. En daarvoor hoef ik geen boeddhisme werk, of weet ik wel wat te gaan hebben. Daarmee zeg ik niet dat Boeddha een slechte mens was. Ik zeg alleen maar van, Boeddha was een gnosticist. Die discussie doen we een andere keer. als je dat wilt, anders doen we dat nu, hè. Ja, weet je wat het was? Wat ik ervan vind... Ik heb de Dhammapada gelezen. Het is als volgt gegaan. Boeddha leefde 300 jaar voor Christus, Jezus Christus. Hè? Mm. En die man die heeft niks opgeschreven.
die leefde 300 jaar voor Jezus Christus in menselijke gestalt op de aarde gekomen is. Hij leefde niet 300 jaar voor Christus, want Christus leefde van begin af aan. Christus is de Alpha en de Omega. Hij was er voor de tijd en er zal er na de tijd nog altijd zijn. En hij vergaat nooit. Buddha is gewoon en van een menselijke vrouw geboren. Mens die zijn eigen weten boven dat van anderen gezet heeft. En ik zeg niet dat hij een slecht weten had. Ik zeg niet dat hij een slecht mens was. Maar wat hij geleerd heeft is gebaseerd op menselijke waarden en niet op goddelijke waarden. Hij is ook geboren uit buiten de justitie van het Israëlitische gebied in een tijd. Dat het enige was dat het woord van God kende. Ja. In de rest van de wereld was het niet gekend. Ja. Dus ik zou zeggen van Boeddha was een heel slimme, maar hij was nog altijd een heide. Dat kan niet, want in die tijd was er nog een Christus. Christus was er van begin af aan. Wat vertelde jij nu? Christus heeft deze wereld geschapen. Zoals het in Johannes staat. Niks is door hem gemaakt wat niet gemaakt is. Ja, kijk, Boeddha is niet aan het kruis gestorven. Weet je trouwens hoe Boeddha aan zijn eigen einde gekomen is? Nee. Oké. Okay. Nou, Boeddha was weer eens in A. En hij zei tegen die mensen daar in A, zei hij, ik moet naar B, want daar krijg ik eten. En dan zou hij een lotuswortelgerecht krijgen. En toen zeiden die mensen nog tegen Boeddha, moet je dat wel doen? Want die man kan niet heel goed koken. En als je dat verkeerd klaarmaakt, dan ben je dood. En Boeddha zei, doe niet zo moeilijk. Ik heb die afspraak, ik ga nu naar B, dan krijg ik gratis eten. En Boeddha had helemaal niks. Boeddha had niet een Rolls Royce of zo. Dus hij loopt naar B en het ging het fout. En toen was Boeddha dood. Nou, ja. En 300 jaar later is er een consecratie geweest. Een bijeenkomst geweest. Nou, dat kan best door de Jezuïeten gestuurd zijn hoor. Want die waren daar in die tijd natuurlijk ook al. Maar toen hebben die mensen pas voor het eerst opgeschreven van wat weet je nou van wat Siddhartha, dat was een aristocraat. Dat was een aristocraat die heeft zijn hele erfenis, alles, hij was gewoon weg. Hij zei, ik kan niet op het terras zitten en een boterhammetje eten met jullie. En dan weten dat buiten de muren van het kasteel de wezen in de rondte lopen. Ik kan dat gewoon niet meer, ik moet er gewoon van kotsen. En hij zocht een oplossing. En het is dus dat boeddhisme is zonder meer overgenomen door de tempeliers. Met die rare kloosters. Want als je 10 uur per dag de gangen gaat, de dingen ze, of je doet weet ik veel wat. Dat zijn exact. Dank u mijn vriend. Maar dat heeft Boeddha nooit, Siddhartha nooit gedaan. Die was eerder dat hij tegen de mensen zei, wees blij met wat je wel hebt. Ik heb toch ook niks nodig. Ja, maar de Jezuïeten nemen alles goede en verdraaien het in het verkeerde en verkopen het u als beter. Oké. Okay. Ik ga weer even een stukje voorlezen, ja? Want, Alsjeblieft. Ja. Op 22 maart 1312 heeft Clementius de Vijfde de Tempeliers vernietigd met zijn decreet Vox Clamantis, woorkraai. Dus uiteengedreven. Heeft ze uitgeroeid. In Duits zeggen we aufgelöst tegenover dissolved. Ja, dat is niet vernietigd, hè? Ja, zo, ja. Heeft ze opgelost. Opgelost. In Vlaams zeg je dat niet zo zeker waarschijnlijk, maar... Nee, maar ze kunnen ook zeggen. Maar de oplossing, dat bleek alleen maar een formaliteit te zijn om koning Philip Tevreden te stellen. En nog belangrijker, het verleende de tempeliers in andere gelegenheden... Het veroorloofde de tempeliers. Om in andere gelegenheden om het pausdom nog verder te verrijken. Dus het gaf de tempeliers de gelegenheid om op een andere manier ook door te gaan om het pausdom te verrijken. Ah, Jacques de Molay, dat was die naam naar die ik aan het zoeken was hier staat. Ah. Dat was hem. Ja, want... Jacques de Molay, ja. Die op de brandstapel gevraagd heeft dat in de richting van Notre Dame te gaan doen. Ja, dat was zijn naam.
Jacques de Molay. Mag ik alsjeblieft naar Baphomet kijken? Ja. Ik ga nu echt ervaren wat het is om te gebarbecued te zijn. Ja, ja, verschrikkelijk. Idioterie. Kijk, die grandmaster, die grootmeester Jacques de Molay, die heeft vlak voor zijn executie in 1313, die heeft de... Wat een ongeluksgetal, hè? Ja, want ja... 13 oktober 1307, zijn executie in 1313. Zie je waar dat vrijdag de 13e BS vandaan komt in deze wereld? Het is allemaal bijgeloof, superstition. Ja. Dat is dat waarop de Romeins-Katholieke Kerk gebaseerd is. Ja. Er moet me eventjes iets van het lijf. Dus een persoonlijk verhaal, ik zal geen namen noemen. Ik ken een vrouw en haar ouders die waren bij de, weet het, de Jehovah-getuigen. Mm-hmm. Maar dat waren satanisten. Dat is hetzelfde, hè? Jehovah-getuigen zijn altijd satanisten. En deze man, dat is haar vader. En ze heeft het mij verteld, ik ben gaan controleren of het echt zo was. En die hadden dus ergens hier in Arnhem boven het spoor 4 woningen. 4. En die man die was hoofd van een schoonmaakbedrijf, maar hij werkte zelf ook als schoonmaker. Nou, het woord Marc Dutroux schiet me niet als eerste te binnen, maar dat denk ik dan wel gelijk aan. Hoe komt die man aan die poen als hij zelf ook moet schoonmaken? En die hadden dus 4 woningen, 11 tot en met 14. En woning nummer 12 was verwijderd. Was het nummerbordje af. Dus alleen maar 11 en dan 13, 14. Mm-hmm. En wat die vrouw heeft meegemaakt, ik heb er met mijn neus bovenop gestaan, man. Ze zitten gewoon hier in Arnhem ook, hoor. Die, dingen, die zitten overal, Perry. Zeg ja. Die zitten overal. En doe eens een keer die duivelse kast in uw living aan, daar zitten ze allemaal daarin. Mm-hmm. De televisie. Ja, ik heb naar geen buiten televisie. Toe hebben ze allemaal schone gezichten en glimlachen ze en dit en dat. Maar een ogenblik, als die tv-camera's uit zijn, beginnen ze aan hun satanische rituelen. Mm-hmm. Het zijn allemaal idolateristen, ja. Ja, voilà. Ik kan dat ook niet uitspreken. Nee, ik kan het ook mooi, ja. Idolaters. In Engels, daar gaat me dat makkelijker van de tong. Beeldvereerders. Niks anders. Beeldaanbidders. Ja. Lees Romeinen 1. Het meest belangrijke kapitel, denk ik, uit het hele Nieuwe Testament. Mm-hmm. Romeinen 1. Ik ga hem onthouden. Als jij denkt dat je niet weet hoe dat je tussen aanhalingstekens homoseksualiteit kunt genezen, lees Romeinen 1. Daar staat de oorzaak van tussen aanhalingstekens homoseksualiteit. Dat ik gewoon dat noem wat het moet genoemd worden. Sodomie. Wilde jij sodomie genezen? Ja. Wilde jij deze hele krankzinnige LBGTTI, weet ik veel wat, lesbien, gay, transsexual, intersexual, transgender agenda genezen? Lees Romeinen 1. Ja. En heel toevallig, ik heb gisteren een film opnieuw gekeken en die heet Onomkeerbaar. Of de onomkeerbaarheid, maar dan op zijn Frans, dus irreversibele. Ja. Heb je die titel ooit bekeken? Nee. Laat ik even doorgaan. Deze film stond in de Nederlandse bioscopen bekend als de film die hooguit 30% van het publiek uit kon kijken. Nou, dat is ook echt heel verschrikkelijk. Ja, het is te erg voor woorden, maar dat gaat precies over waar jij het over hebt, alleen dan op een kunstenaar. Het is niet christelijk of zo. En het is misschien een beetje à la Lars von Trier. Ken die Deense. Mm-hmm. Ja, ja, ja. Die gaat ook echt ver. Het is wel een verre film. Maar dan kan je het gewoon echt zien. Dat heeft geen. Het is heel belangrijk dat er iets is als onthouding. En dat je er niet aan meedoet. Als je maar een klein beetje begint. Ach, je trekt de. Verschrikkelijk mooie film. Ik ga weer verder met voorlezen. Ja. En hij, de overlevende 13 tempeliers die dus niet gevangen waren, die ontsnapt waren. Nog eventjes voor de luisteraars, wat hij gedaan heeft, dat was die koning Philip.
Die had dus allemaal brieven laten verspreiden met koeriers en erop rond. Je mag hem pas openmaken zo en zo laat op die en die dag. En iedere politieofficier, gemeenteambtenaar kreeg op hetzelfde moment hetzelfde bericht. En toen waren ze de pineut. Maar er zijn er dus 13 ontsnapt. En hij heeft die mensen op weg gestuurd om 4 metropolitaanse loges, dus loges in steden te openen. 1 in Stockholm voor het noordelijk deel, 1 in Napels voor het oostelijk deel, 1 in Parijs voor het zuidelijk deel en 1 in Edinburgh voor het westen. De Tempeliers hielden stand. Hielden in stand de Tempeliers bleven gewoon de gezaghebbende militaire arm van het pausdom. Behalve dat hun rijkdom, hun geheimschap, hun gnostische kabbalisme en hun eed van pauselijke gehoorzaamheid in het geheim werden verspreid onder een variëteit van namen. Ach. Van corporatieve namen. Ja, bedrijfsnamen of zo. Bedrijfsnamen. Ja. Zo ging het. Dus als wij een keer de moeite doen en Openbaring kapitel 18 vers 23 lezen, dan weten we al waar dat zijn wortels in heeft, hè? Dat is ook een ander ding wat ik mij de laatste dagen door mijn hoofd speelde. Openbaring 18. Mag ik het eventjes een keer voorlezen? Ja, graag. Heel graag. Ik heb het hier wel eens een keer in Duits. Wacht, het is... Dat mag niet goed, dat vertolen we wel. Kent toch Dietse Augman? Ja. 18. Ja, kom maar. Openbaring 18, vers 23. Und das Licht des Leuchters wird nicht mehr in dir scheinen und die Stimme des Bräutigams und der Braut nicht mehr in dir gehört werden. Denn deine Kaufleute waren die Großen der Erde und durch deine Zauberei wurden alle Völker verführt. Denn deine Kaufleute waren die Großen der Erde. Weet je wat, ik pak hem er even, dat is leuk voor de luisteraars ter afsluiting. Ik pak gewoon de King James erbij. Ja. En dan ga ik hem in het Engels doen. Oh, in Shakespearean gibberish. Shakespearean gibberish, ja. De King James heb ik er ook hier. En daar Revelation 18 had je het over, Openbaring 18. Vers 23. And the light of a candle shall shine no more at all in thee, and the voice of the bridegroom and of the bride shall be heard no more at all in thee. For thy merchants were the great men of the earth, for by thy sorceries were all nations deceived. Okay, de tekst is nog niet in beeld. En dan als een idioot aan het scrollen. 23 had je het over, hè? 1823, ja. 1823. Ja, ik ben een boekje hier bij de hand. Ja. For thy merchants were the great men of the earth. Wat zijn merchants in Vlaams? Handelaren. Handelaars. Waar had Jezus een pesthekel aan op zijn Amsterdams? Jouw handelaars. Ja, want jij hebt van mijn huis een den van thieves gemaakt, hè? Allee, ja. Want die jouw handelaars waren de grote van de aarde. Ja. In wiens eigendom zijn al die grote firma's op deze aarde? Nou, ik dacht van de paus. Ik dacht vooral van mensen die geaffilieerd zijn met de Romeins-Katholieke Kerk. Ja, die geaffilieerd zijn door bijvoorbeeld leden te zijn in ridderordes. Gelijk de ridders van Malta. Als je een keer bezighoudt met bijvoorbeeld in de Verenigde Staten van Amerika, die eigenaars van de Amerikaanse Football League, van die verschillende ploegen daarin, dat zijn allemaal ridders
van Columbus. En de Ridders van Columbus is de Amerikaanse tak van de Ridders van Malta. Mm-hmm. Ridders van Malta zijn in Amerika niet zeer sterk, daarvoor hebben ze de Ridders van Columbus. Trouwens, JFK was een vierde graads Ridder van Columbus. Nou, dat helpt dus ook. Dat is ook een goed idee. Heb je in ieder geval nog een mooie vrouw gehad. Ja, maar dus ja. Eventjes naar die koopmannen. Ja, pak hem terug, ja. Ja. Die koopmannen waren de grote van de aarde, gelijk dat we juist gelezen hebben in de Bijbel. Mm-hmm. Ja? Daar gaat het hier over. Accepted their wealth, their secrecy, their Gnostic Kabbalism and their oath of papal obedience were obscurely dispersed under a variety of corporate names. Onder een variëteit van handelsnamen, handelsbedrijven. Handelsnamen, bedrijven. Ja. Daaronder verborgen mensen vind je de tempeliers, daaronder verborgen vind je de moderne tempeliers, de Jesuiten. Mhm. Het staat hier, je moet het alleen maar lezen zoals het bedoeld is. Daar zouden we ook nog een uitzending over kunnen doen. Daarover. Over dit, hè, als je hierop inhaakt. Hè. Alleen kun je verschillende uitzendingen doen. Dat gaat zo diep als je dat wilt. Maar het punt is gewoon dat die mensen eens een keer gaan begrijpen dat wij spreken toch vandaag de dag altijd van het globalisme. Van de globalisering van de economie. Dat altijd maar minder bedrijven meer en meer controle hebben. En al die bedrijven zijn allemaal onder controle van Vaticanische, van pauselijke ridderordes, zoals de ridders van Malta. Ja. Allemaal. Mercedes, Mitsubishi, Sony, Apple, Microsoft, Monsanto, Coca-Cola, noem ze allemaal op. Ja. Allemaal. Zitten in datzelfde boot. En hier in dit verdomde boek van Tapassos, je ziet al hoe dat eeuwen teruggaat al naar de tempeliers. Naar het 14e millennium, naar het 14e eeuw. 1301. Het heeft allemaal zijn roots, zijn wortels daar. En dat zijn nog altijd dezelfde wortels die vandaag de werking hebben, Perry. Mm-hmm. En ik wil gewoon dat die mensen eens een keer hun ogen open doen en dat zien. En dat ze dat wat Tapassos hier schrijft, confirmeren met hun eigen onderzoek. Mm-hmm. Dat ze eens een keer zien hoe dat ze bedrogen worden. Hoe dan ons globalisme als iets goed verkocht wordt. Jongens, als ik zoveel jaren geleden economie nog gestudeerd heb, daar heeft men mij geleerd, monopolisme is nooit niet goed. Want dan heb jij als gewone mens geen flut meer te vertellen. Ja, dat is de contrakant. Als ik heel... Een seconde. De monopolisering van alle bedrijven wereldwijd. Ja. En dan wat ik dus logisch kan afleiden, dat is dat waar jij het over hebt, want je noemt het anders. Je hebt het over globalisme, hè? Of monopolie. En ik noem de contraire van wat je namelijk wel moet hebben, is een scheiding tussen kerk en staat. Je moet een duidelijk. De kerk, ik noem het maar de liefdadigheidsinstanties, van je bent alles kwijt en je mag ergens naartoe. Misschien wel het vrouwelijk deel van ons mens zijn. En je hebt gewoon de staat. En dat moet niet om elkaar heen gaan lopen. En waar we het over hadden met dat ik verplicht gezondheidszorgbelasting moet betalen. Terwijl ik heb momenteel een vrat onder mijn linkervoet. Moet ik daarvoor 300... Ik betaal zoiets als €300 in de maand. Dat is hetzelfde. Dus we zijn het erover eens. Dat is een goede conclusie, toch? Ik wil, Perry, dat de mensen eens een keer hun ogen open doen en dat als ze zo'n boek lezen als Rulers of Evil, als het sowieso al een keer zo ver komt dat ze het lezen, dat ze het dan verdomme ook eens een keer verstaan. Ja. Want anders leest je deze zinnen en je snapt ze niet. En geloof mij één ding, ik heb Rulers of Evil één keer grondig gelezen. Ik lees het nu de tweede keer en
ik ga nu dingen becommentariëren die ik toen in Engels nooit niet becommentarieerd heb. Die ik toen zelfs als ik het in Duits samengevat heb, niet becommentarieerd heb. Nu zie ik zelf in een keer dingen die mij vroeger ook ontgaan zijn. Oh. En dat, mijn lieve broers en zussen, is hetzelfde met de Bijbel. Die kunnen die ene keer lezen van voor tot achter en verstaan hebben. Nee, de Bijbel opent zich u door de hulp van de Heilige Geest. Die u voert in alle wijsheid. Als je dat boek studeert. En daar hoort meer bij als het ene keer van voor tot achter te lezen. Meestal vooral hoort erbij om dat boek te geloven. Trapassosi zegt in een later stuk in dit boek iets over geschiedenis. Iets over mensen die geschiedenis moeten gaan lezen en leren. Daar zijn we dan nog niet geweest, hè? We zijn er nog niet zover. Nee, daar moeten we nog naartoe komen. Dus ik wil het nu niet voor wegnemen. Maar doordat wij in het systeem in dat wij leven beroofd worden aan de kennis van de werkelijke historie, hoe dat die dingen gelopen zijn, daardoor begrijpen we niet de wereld in die wij nu leven. En worden we gewoon gestuurd van rechts naar links, van links naar rechts, van rechts naar links, van links naar rechts. Gelijk de grootvadersklok. Dat pendulum, dat uitslaat van rechts naar links, dat nooit iets verandert, behalve de wijzer op de klok. Die agenda van die antichrist. Ja, ja. Die met elke uitslaging van rechts naar links en links naar rechts gaat die wijzer zijn agenda verder gezet worden. Maar als jij gevangen bent in dat pendulum dat van rechts naar links uitslaat, zie je de wijzer niet, begrijp je die wijzer niet en heb je geen verstand van deze wereld. Ja. Ik ga nu even voor de luisteraars even spoiler alert. Want de conclusie waar over je handelen, wat moet je nou doen aan deze paanzooi, waar Frederik Terpersoos je op aan gaat sturen, is dat je maakt dan, ga dan maar muziek maken. En het leuke is, dat er was een aristocratische jongen, dat was een leerling van Socrates, en die heette Plato, en die zei ook, in die tijd al, dat had hij al helemaal een plannetje uitgedacht van zo moeten we het gaan doen. En hij zei, je moet één ding onder controle houden en dat is de muziek. En als je dat niet doet, als je die kunst niet onder controle houdt, ja, dan gaat het allemaal schuiven. En Frederik Terpersoos komt dus op dezelfde conclusie uit. Oké, nu ben jij weer aan. Einde spoiler alert. Nee, ik heb eigenlijk niks meer toe te voegen aan wat ik vandaag gezegd heb, Perry. Ik vind dat we mooi ver gekomen zijn. Oh, en nu even als afsluiting. Ik zou heel graag met jou een keer, dan pak ik mijn Nederlandse Bijbel. En dan nemen we ook de King James erbij. En dan doen we het Onze Vader. Even het Onze Vader checken. En dan dat we ook gaan vertellen wat het Onze Vader voor jou betekent. En wat het Onze Vader voor mij betekent. En dan mag iedereen het een voorbeeld nemen. Van er zijn twee mensen die interpreteren het Onze Vader op hun manier. Dus dan kan ik het ook op mijn eigen manier. Dus niet de les lezen, maar wel iets van een toelichting geven. En dan van zinnetje voor zinnetje. Volgens mij kun je er makkelijk over het Onze Vader makkelijk een uur lang praten. En dan ik heb wel andere bijbelteksten die erg mooi vind. Dat ik denk van daar moet je het eigenlijk gewoon over hebben. Iemand heeft het verteld, zo'n katholiek ook. Maar als je de leugen maar vaak genoeg herhaalt, wordt het vanzelf als waarheid ervaren. Maar misschien werkt dat voor de waarheid ook wel. Gewoon herhalen. Dat is heel eenvoudig, kunnen we dan doen. Hey, hartstikke bedankt, Jurk. We hebben 2 uur gedaan. Ja, ik hoop dat het voor de luisteraars leuk was. Ik was een beetje... Wat was ze zegt dan? Een beetje buiten mijn dingen gegaan, maar soms... Daar ben ik het helemaal niet mee eens. Ik ben al lang blij dat je mij te woord wil staan. Snap je dat? En aan die arme luisteraars van ons. Ik vind het leuk als we dat hier met dat boek kan doen. En ik hoop alleen maar dat we mensen kunnen aanzetten om dat boek te kopen en te lezen. En
En daaruit te leren. En niet alleen maar dit boek, maar alsjeblieft, mensen, als je moet dat geld nog niet eens hebben. Het is vrij op het internet beschikbaar, dat boek. En niet alleen dit boek, Rulers of Evil, maar vooral Romanism and the Reformation van Henry Gretton Guinness. Lees dat boek. Lees de Bijbel en lees dat boek en begrijp eindelijk eens waarom het in dit leven, over wat het in dit leven eigenlijk gaat. En waar we vandaan komen, waarom we hier zijn, waar we naartoe gaan en wie ons allemaal daarvan wil beletten. Ja? Ik heb zo'n hier in Nederland. Ik heb vroeger al gezegd, als ik dat boek Rulers of Evil gelezen heb in mijn Engelse lezing, heb ik een keer gezegd. In mijn mening zijn er drie boeken die iedereen op deze aarde een keer gelezen moet hebben. Dat is de Bijbel, dat is Romanism and the Reformation en dat is Rulers of Evil. Ja. En als je die drie met elkaar combineert, dat is een schone keuze. Als je die drie met elkaar combineert, dan heb je een weten dat je niemand niet meer kan nemen en dat je een vrede geeft in jezelf, die je niemand niet kan nemen. Ja, precies. Ik weet niet precies waar het staat in het Nieuwe Testament, maar daar spreekt Jezus van het fenomeen dat zelfs al je haren geteld zijn. Ik weet ook niet precies waar het staat, ik ben niet zo'n ontzettende, in die zin niet zo'n goede Bijbelkenner. En zo is het wel, bottom line hoor. En die leuke discussies die ik heb met Marco Robinson. En dan mag ik je even uitleggen. Marco Robinson die is opgegroeid in een katholiek gezin. En het werd allemaal kriebelig. En zijn oudere broer is helemaal losgeslagen. Hij is ook helemaal losgeslagen. Het is allemaal fout gegaan. En hij is nog steeds in leven. En hij praat dus met mij. En dat gaat hem toch weer over het geloof. Iedere keer weer. Want hij is er helemaal. Hij heeft ook een bijna doodervaring gehad. Maar goed, het is een mens. En dan doen we hele rare grappen. En Marco Robinson die zit er met mij te praten alsof we in de kroeg zitten en niemand ons hoort. En ik heb hem heel vaak moeten vertellen van ja jong, maar die is allemaal weggegooid. Geen profaan taalgebruik en zo. Niet te rare associaties maken. En wat er overblijft, geeft dat mij uiteindelijk een platform om gewoon lekker tussendoor te zeggen wat gewoon waar is. En hij doet stemmetjes, hij speelt Pipo de Clown. Het is niet voor jou. Ik heb ook jouw commentaar met hem doorgenomen en hij was het er helemaal mee eens. Hij zei, ja inderdaad, Samson en Gert. Ja. Ja, het is heel kinderachtig. En er zijn allemaal kinderen om ons heen. Kijk, niet iedereen is klaar om een keer te gaan ervaren van, oh man, it looks like we are fucked. Je moest maar eens weten als die Waldensers in die tijd van tevoren geweten hadden dat ze eraan kwamen. Ja, was ook niet het leukste bericht, hè? Nee. Maar zo erg is het nog niet. Want ik heb een erg... Ik ga de uitzending... Ik ga hem nog even stoppen, ja, want dit wordt niet meer interessant voor de luisteraars. Vind je het goed? En dan praten we nog even door. Cool. Oké. Okay. Oké, dit is de afsluiting van nieuwsuitzending nummer 183. En die ging over het boek Rulers of Evil van Frederik Tupper Saucy. En daarvan nummer 14. Heel erg leuk is het niet waar Jurk Gliesman, of Herr Jurk Gliesman, en ik, Perry Franciscus Martinez Winkel, het over hebben. Eigenlijk is het bijna doempraat. Dat is het nare, want we hebben het over de heersers van het kwaad. En dat is niet het eerste, beste, leuke onderwerp wat je kan verzinnen. Je hebt ook de Hunger Games. Of de Game of Thrones. En hoe ellendig kan het nou zijn als Jurk Gliesman en ik jullie vertellen dat het allemaal ergens op gebaseerd is. En dat het daadwerkelijk is. En dat de antichrist
gekomen is. Want die was voorspeld. Dat moest eraan komen. Het kon niet anders. Die is er dus. En wat moet je dan in die soepzooi? Nou, de vorige afsluiting die ik van deze uitzending heb gemaakt, die heb ik verkeerd gedaan. Dus ik doe hem nou overnieuw. Maar dit is heel erg mooi. Dit is van Ellie en Rickert. En als ik zo dadelijk ga klikken, moet ik gelijk stoppen met praten. Want hij gaat onmiddellijk lopen. Hè? Maar dit is Ellie en Rickert. En ik kan een klein beetje inzoomen. Maar Ellie, dat is, dus dat is deze vrouw. Hè? En die speelt gitaar. Die heeft in de klas gezeten met de jongste broer van mijn moeder. Dus zo dichtbij is het allemaal. En die zijn begonnen als in de jaren 60 met esoterische liedjes te zingen over Parsifal en weet ik veel wat, Engelse mythes. Niet lelijk hoor, helemaal niet lelijk. Helemaal niet lelijk. In de jaren 70 ongeveer, toen gingen ze alleen maar christelijk zingen. En moet je eens even luisteren naar hoe mooi dit klinkt. Hè? Om het maar even op zijn Hebreeuws te zeggen, dit noem ik Elohim. Er loopt een man door de velden, weet je wat hij vertelde? Hij zei, kijk naar de vogels in de lucht. Zij doen geen zware arbeid, toch heeft hun vader altijd voldoende zaad, voldoende vrucht. Maar ik zeg, zoek eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. En al het andere komt vanzelf. Wees niet bang je kruis te dragen, want hij kent al je vragen, zelfs al je haren zijn geteld. Er loopt een man door de velden, weet je wat hij vertelde? Hij zei, kijk naar de vogels in de lucht. Zij doen geen zware arbeid, toch heeft hun vader altijd voldoende zaad, voldoende vrucht. Maar ik zeg, zoek eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. En al het andere komt vanzelf. Wees niet bang om je kruis te dragen. Want hij kent al je vragen, zelfs al je haren zijn geteld. Prachtig, niet? Er loopt een man. Even de audio kunnen. Ja, dat is echt heel mooi gezongen. Ik heb dit lied ook gezongen. In een kroeg hier in Arnhem. Dat werd me niet helemaal in dank afgenomen. Maar ik heb dat lied wel gezongen. Ik heb dit lied ook gespeeld met mijn dochter. En dan hebben we opgetreden. Als eerste voor haar moeder. En die werd ontzettend kwaad. Van, en dit lied heb ik samen met mijn dochter gewoon bij mijn moeder, dus de oma van mijn kind, hebben we dat uitgevoerd. En mijn oma vond het, of haar oma vond het dus prima. Die vond het erg leuk. En heb ik het ook opgetreden bij mijn schoonfamilie. En daar zat ook een christelijke vrouw. Met hele mooie haren. En ook zo'n geweldige glimlach. En die vond het ook prachtig. Want zo is het ook. De overheid weet niet hoeveel haren jij hebt. De NSA, dat kost klauwen met geld om te weten hoeveel haren je hebt. Maar onze heren, die weten het wel. En hartstikke bedankt dat jullie dat uitgeluisterd hebben. En ik hoop van harte dat Jurk Gliesman dit een mooie afsluiting vond. En op zijn hamburgers zag ik dan, tjus, dag lieverds.